goed het maken van een heerlijk Hollands balletje gehakt. Ik heb 500 gram gehakt en ik doe daar één zakje kruiden op. Die kruiden en paneermeel, dat is gecombineerd. Ik doe er een fijn gesnipperd uitje doorheen. En een eitje. Zo. De paneermeel zorgt natuurlijk voor de binding in het gehaktballetje. Het ei geeft nog een extra mooie smaak en zorgt ook voor binding. Goed gemengd maak ik daar ballen van. Boter mooi bruin. Balletjes in de pan. Je kunt twee dingen doen. Je kunt of zeggen van nou, als ze mooi bruin zijn aan de buitenkant, doe ik er nog een klein beetje boter bij. En ik braad ze helemaal, of ik braad ze helemaal gaar. Dus zonder vocht erbij. Of je zegt, ik doe er wat vocht bij, doe de deksel erop en ik stoof ze gaar. Dat is een kwestie van smaak. We gaan ze hier gewoon puur in de pan braden zonder vocht erbij. En dan hebben ze ongeveer een kwartier à 20 minuten nodig om te gaan. En na een kwartier, 20 minuten, een beetje afhankelijk van hoe groot de gehaktballen natuurlijk zijn, heeft u een heerlijk gebraden balletje gehakt. En een heerlijke braadje die er gewoon super bij past. Eet smakelijk!